hoop dat hij goed is qua maat. Dat is zo'n hutje zaten voor het eerst omdat ik niet in een tent wilde. Ik vind het echt leukie. Ik weet niet of ik het nou leuk vind. Oh my god. Obsessed. Yeah, I'm a strong woman. En het is toch eigenlijk best wel een bijzonder moment dat ik nu... Ik vind toch jammer, ik heb het wel heel leuk gehad bij mijn ouders. Nu pas ga ik om mezelf, weet je. Ik vind het trouwens heel schattig, met roze en blauw. Ik wilde sowieso nog even een leuke oversized blazer. Oh, mijn huis is zo mooi. It's my birthday. It's my birthday. Haartjes gekruld. Ex-schoonvader. Ex-schoonvader. Ja, blijf stappen naar heen. Heb je schattig. Pinata. Jongens, het was zo'n leuk verjaardag. Ze is echt mijn grote liefde. Ja, ik zie haar zitten. Lekker opgehaald worden door mij. Niemand heeft ooit een goede plek in deze auto. Zo gezellig. Ah, ik heb hier oh, kijk hoe schattig wij zijn. Ja, ik zie ons. Oh. Oh, dit is zo mooi. Ja, kookeiland, hè. Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag, ik heb meivakantie 2 weken. En ik begin nu pas met vloggen, want ik heb eigenlijk de hele ochtend gewerkt. Ik dacht, ik ga weer lekker op de maandag. Normaal kan het natuurlijk niet, want ik op maandag werk. Maar ik wil volgend jaar echt een maandag vrij. Want ik wil de donderdag als uploaddag houden. En ik vind het super chill om dus... Ik lijk op ruim. Ik heb een... ik vind het super chill om maandag dan mijn vlog af te hebben. Dus ik moet alleen nog even de samenwerking van Y-Food afmaken. En dat... opsturen. Ik heb over 1,5 uur een call met een samenwerking voor een restaurant voor Instagram waar ik volgende week maandag naartoe ga. Dat is niet per se een hele interessante samenwerking qua wat het oplevert qua geld, eventjes om transparant te zijn. Maar wel iets wat ik gewoon super leuk vind en wat heel erg goed bij me past. En super gezellig, want ik ga dan mijn vriendinnetje uit Amerika trakteren op een lunch. Dus dat is echt heel erg leuk en we mogen lekker veel drankjes uitzoeken. Maar dat is dus niet een samenwerking voor in de vlog. Maar ja, het zou ook een beetje schijnheilig zijn om het niet in mijn vlog te zeggen. Want ik vlog alles. Dus, maar de samenwerking is op Insta dus. En ik heb dus het giletje van Stieglitz met Elise besteld. Alleen het is zo duur. Dus ik twijfel, ga ik het houden? Het is echt, dit is wat het zo duur maakt. Verder, het is gewoon een gilet. Weet je, er is niks speciaals aan. Maar ik hou wel heel erg van dit soort dingen als je mij kent. Dus van denim, maar ook van jasjes. Dus ik vind het al heel leuk. Ik heb hem lekker in een grote maat. En ik heb mijn sportkleren aan. Het is eigenlijk veel te heet voor deze sportkleren. Dus gelukkig had ik wel een t-shirt liggen. Ik ga even de vaatwasser uitruimen. Ik ga wat retourpakketjes die ik al heel lang moet versturen in orde maken. Chico is weer aan het roepen. Nou, hij is gewoon heel blij, we hebben net samen gedoucht. Beetje opruimen hier, dat soort dingetjes. En dan denk ik dat ik even die call van 3:30 afwacht en dan daarna de deur uit ga. Want ik heb toch niemand die op me wacht met avondeten ofzo. Dat ik daarvoor even alles hier ga fixen en dan... sporten, retourpakketjes. Ik weet niet of ik naar mijn huis ga. Weet je, die kleine dingen kan ik ook allemaal doen als ik er woon. En nu zit ik hier, dus ja. Er zijn dus best wel veel dingen die ik steeds uitstel die ik nog moet doen. Nog wat dingen rondom samenwerking, mailtjes, maar ook... Nou, dat niet heel erg uitstellen hoor. Trouwens, maar die schade moet ik nog afhandelen. Ik moet nog even iets voor de belasting doen. Dat ga ik nu doen. Het is nu 2:15. Dat betekent dat ik over 1 uur en 1 kwartier die call heb. Dan kan ik nu perfect even wat... laptop dingetjes en wat opruimdingetjes doen. Dat is perfecto. Het is wel zonde van de zon, maar ah joh. Ik denk nu steeds van het gaat alleen nog maar zonnig worden, weet je wel. Ik twijfel dus over Josh. Hij heeft best wel zo'n hoge kraag. Soms vind ik het ook wel leuk als het dan gewoon zo valt, een jasje, weet je wel. Dat het niet zo'n mega kraag heeft. Het is gewoon onwijs duur, Stieglitz. Maar ik heb er wel steeds heel veel plezier van. Dat kan natuurlijk ook zo omslaan. Ik vind het altijd irritant aan t-shirts, dat dit altijd gebeurt. Op zich aan dit shirt onder is wel leuk. Het is van echt een sportshirt. Dus ik draag eigenlijk nooit t-shirts. Wat ik ook leuk vind aan zo'n jasje is als je dan een... Het is donker, hè? Maar als je dan een outfit aan hebt waar je bijvoorbeeld net een beetje bloot in voelt. Of net een beetje strak of zo. Dat je dan dit eroverheen hebt en dan ben je eigenlijk fully covered. Dus dat is wel prettig. Oké, okay, belastingdienst, zakelijk, let's go. Dit is trouwens die scrunchie die ik bij de Primark had gekocht. Die is dus mega groot en ik heb best wel veel dik haar. Ideaal, dus ik wou dat ik er echt meer had gekocht. Belastingcheck, nu een factuur
die niet helemaal klopte, aanpassen en opnieuw sturen voor een samenwerking. Trouwens, ik ben vorige week niet helemaal meer ingegaan op mijn les, compleet inhoudelijk, maar voor wie het leuk vindt, dit is wat ik had. Niet alles was helemaal goed, maar het grootste gedeelte wel. En met niet helemaal goed bedoel ik, ze kijken dus niet of je goede leerkracht bent, maar of je dus precies volgens Edie doet. Dat is voor mij dus nieuw, dus dat ken ik pas sinds ik hier werk. Daar heb ik pas één cursus over gehad überhaupt. Maar ik werk dus op een school waar de inspectie binnenkort op bezoek komt. Dus er moet extra hard aan getrokken worden. En ik vind het heel leuk om juist omdat ik nieuw ben het ook goed te doen voor de school. Dus dit is hoe we dan steeds oefenen. Maar de volgende keer komt de inspectie al en dan werk ik ook. Dus dat is best wel heel erg spannend. Ik had het dus niet helemaal perfect qua Edie, maar dat is dus, ja, het is best wel... Dus het is geen lesbezoek van hoe ben je als leerkracht, maar het is echt puur hoe geef jij een EDS. Dit is dus zoiets waarvan ik tegenwoordig denk, oké, let it go. Het leven is soms gewoon, want ik zou wel kunnen huilen. Ik zit hier jullie leuk te vertellen wat ik aan het doen ben. De vlog was ook klaar. Dus ik besluit, oké, ik ben nieuwe beelden aan het inladen. Dus ik formateer mijn geheugenkaart, want mijn vlog is klaar. Nog niet opgeslagen, maar alles is geëdit. En dan heb ik dus alles verwijderd. En letterlijk 5 minuten later open ik mijn vlog om eventjes te kijken. Zijn gewoon super veel beelden weg. Super veel content die ik heb gemaakt. En het is gewoon werk. Dus dat maakt me gewoon verdrietig. Ik heb dus nu allemaal hele leuke dingen gehad. Ik heb over mijn lesbezoek. Super veel dingen. En allemaal dingen over mijn huis. Alles is weg. De context is weg. Waardoor ik sommige beelden die er nog wel zijn ook moet verwijderen. Omdat het anders totaal onlogisch is waar het over gaat. Echt. Het liefst ga ik nu heel hard huilen gewoon. Maar ja, er zit zoveel tegen altijd met dit soort stomme dingen. Dat ik denk, oké. Het is weg. Let it go. Maar van binnen voel ik me echt dan zo verdrietig. Het is gewoon je hard gewerkte content. Echt niet leuk. Alright, ik heb mijn call gehad. Dat was echt super chill. Heel duidelijk. Want je hadden alles al 2 maanden geleden besproken. Dus daar hou ik echt van. Dat iemand dan gewoon even... Het duurde nog geen 5 minuten. Denk ik dat het stopt. Want we zijn allemaal druk. En het was alsnog een leuk, sociaal goed gesprek. Dus daar hou ik van. Het dpd.nw is ineens elke dag gesloten. Wat betekent dat ik helemaal ergens anders het pakket moet gaan wegbrengen. Dus dat is balen. Dus wat ik nu ga doen is alleen even pakketjes terugbrengen die hier bij de karwei kunnen. Meteen plakspijkers kopen op de fiets. En dan door naar de gym. Oh my god, ik ben even snel naar mijn huis gegaan. Want ik kreeg een melding dat mijn fotoboek bezorgd is. En ik ben zo enthousiast. Dus ik dacht ik moet eventjes langs mijn huis gaan. Oké, ik ga er even voor zitten. De mensen van Journey, misschien ken je het wel. Ik heb het al voorbij zien komen bij meerdere mensen. Ik dacht altijd wat leuk. Die hadden mij een mailtje gestuurd of ik met ze wil samenwerken. Een betaalde samenwerking. Dus dankjewel voor het sponsoren van deze video. En ze vroegen dus of ik een fotoboek zou willen ontwerpen. En het leuke is, misschien... Ja, ik weet niet of jullie het weten. Want ik mocht natuurlijk nooit foto's delen die in ons huis hingen. Omdat mijn wonendochter daar dus op stond. Maar ik maakte ieder jaar voor haar verjaardag een hele grote fotolijst met allemaal foto's. De laatste 2 jaar volgens mij hadden we het er al over van oké, eigenlijk moeten we daarmee stoppen. Moeten we een fotoboek gaan maken. Want ja, het is nu heel leuk. Er hingen er 3 in ons huis geloof ik. Maar op een gegeven moment past het niet meer. En dan is het zonde. En dan, ja, dan zet je het ergens in een berging en kijk je er nooit meer naar. En toen kreeg ik dus dit bericht van zou je het willen? En toen dacht ik oké. Net op dat moment zat ik net eigenlijk de afgelopen tijd te denken van ja, al zijn we uit elkaar. We hebben zoveel mooie herinneringen. Ook een kind die erbij betrokken is. Ik wil heel graag een fotoboek maken voor ons allemaal. Maar eigenlijk aan hun cadeau geven. En dat was denk ik een paar maanden terug. En toen kreeg ik een mailtje. Wil je een fotoboek maken? Dit is de voorkant van ons boek. Hele leuke foto van onze vakantie deze zomer. En het chillen is, je maakt wat ik heb gedaan. Ik heb gewoon een album gemaakt. Had ik trouwens al met alle favoriete foto's. Nu had ik dan een album van ons drietjes gemaakt. Er zitten trouwens ook heel veel foto's in van bijvoorbeeld alleen mij en haar. Je maakt dus zo'n album aan. Nou, dan is alles gekoppeld aan een datum. Dan ga je naar de Journey app. Daar voer je dus de foto's in die je wil. En Journey zet het dus automatisch op volgorde met de datum. Als je dat leuk vindt. Ik heb echt alles gekoppeld aan de datum. Dus het is ook meteen chronologisch. Superleuk. En ze koppelen ook de plaats eraan. Dat kan je ook verwijderen als je het niet leuk vindt. Dus ik heb het een aantal keer verwijderd. Een aantal keer erin gelaten. Oh ja, ik heb glimmend papier gedaan. Helemaal vergeten. Oh mijn god, ik zit nu te spieken. Het is zo mooi. En de kwaliteit is mooi. Sowieso een super lekker maatje. En als je dus elk jaar een boek gaat maken, nou, dan staat het super chill in een kast. Het is helemaal niet zo groot. En ik ga nu even kijken. Om nooit te vergeten heb ik als tekst aan de binnenkant geschreven.
En dan dit. En dan staat er dus ook bij welke landen we zijn geweest. Hier zie je dus allemaal plekken waar je bijvoorbeeld bent geweest. En ook allemaal stempels van je paspoort, zeg maar, van oké, hier zijn we geweest. Ik zit helemaal te genieten. Ik vind dit waanzinnig. Oh, wat leuk. Ik vind het echt ongelooflijk leuk, dit. Dit is echt een van mijn favoriete foto's van vroeger van mij en haar met Oliver en Melissa. En hier zie je dus al muiden. Ja, dit was, kijk, het lettertype is ook echt heel leuk. Altijd echt een van onze favoriete dingen was toen, had ik nog wel vlees, maar barbecuen. En ja, ik heb zoveel dierbare foto's hier, 12 december. Onze eerste kerst met z'n drietjes. Echt, dat was zo ontzettend bijzonder. En de eerste kerst van mij en Ha samen. Hij gaat het echt geweldig vinden als hij dit ziet. En zij gaat het ook fantastisch vinden. Ik ga het dus zondag, dan vieren ons verjaardag, ga ik dit boek meenemen. Het is gewoon een cadeau aan ons drieën eigenlijk. Maar ik geniet er enorm van om hier nu naar te kijken. Zeg, wat leuk. Foto's van de jaarlijkse camping. Dan zie je hier ook Burg Hamestede. Dat is echt een traditie bij hun. Dat is zo'n hutje zaten voor het eerst omdat ik niet in een tent wilde. En dit is gewoon een leuke foto bij mijn ouders thuis. En hier dan een foto van het tekenen van ons huis. Wat dus uiteindelijk geen succes was. Kijk even hoeveel bladzijden ik nog te gaan heb. Ik heb er zo van genoten om dit boek trouwens te maken. Eerst had ik dan een aantal hele mooie foto's. En dacht ik, oh, ik ga ook een beetje grappige foto's erbij doen. Ik ga nu even lekker naar sportschool. En dan ga ik thuis nog eventjes verder in het boek kijken. En jullie misschien nog een aantal leuke foto's laten zien. Maar ik moest gewoon eventjes langs mijn huis wippen. Om dit boek in ontvangst te nemen. Ik ben echt heel blij. Ik vind het eigenlijk veel leuker dan zo'n lijst met een collage. Kijk, een mooie foto ophangen in je huis is leuk. Maar dit... geweldig om erbij te pakken. Ook geweldig als je vrienden en zo op bezoek hebt. Om er lekker in te laten bladeren. En dat er ook allemaal foto's op staan die je niet op je social media hebt staan. Weet je wel, superleuk. Oké. Okay. En natuurlijk heb ik voor jullie een kortingscode geregeld. Ben je nou ook heel erg benieuwd geworden en wil je ook een fotoboek gaan ontwerpen? Gebruik dan zeker mijn code Blitzbloem voor korting. En ik was trouwens net bij de karwei geweest. Dus ik zal jullie ook even laten zien wat ik daar heb gekocht. Ik ga dit boek even heel veilig opbergen. Nou, ik heb lekker in het boek zitten kijken. Ik heb echt helemaal zitten genieten. Het is zo ontzettend mooi en leuk. Dit vind ik ook een hele mooie pagina, want dit is een hele mooie foto die Hato van Maat gemaakt. Kijk, ook superleuk. 1 januari was het al, want het was in de nacht. Dit was dan afgelopen kerst. Dit is dus de dag dat Lot vertelde dat ze zwanger was. Vakantiefoto's, ook heel dierbaar. En dit vind ik trouwens ook wel leuk als je gaat bladeren, zie je. Ik heb dus voor een bepaalde layout gekozen. Dat maakt Journey dan helemaal zelf voor je. Nou, juist omdat ik al die foto's natuurlijk niet online kan delen, maakt het extra leuk dat we wel een boek hebben waar we ze allemaal terug in kunnen kijken. Zodat we lekker zelf kunnen kijken, maar ook de dierbare mensen om ons heen, dat die er lekker in kunnen bladeren. Dit blijft ook echt een van mijn favoriete foto's. Kijk hoe mooi dat glanzende papier ook. En deze foto's. Oh, ja, heel leuk allemaal. Super veel mooie herinneringen en ik ben helemaal happy dat ik dit boek heb mogen maken en heb kunnen maken en... helemaal blij mee en helemaal zin om het te gaan geven ook. Ja, ik wilde dus al heel lang Philips Hue-led lampen gaan kopen. Maar ik vond het best wel duur. En ik zag dat ze dus ook Philips, dit is niet gesponsord, Wiz hebben. En dat komt heel erg op hetzelfde neer. Alleen is het iets goedkoper, nog steeds wel heel veel geld kwijt. Maar dan kan ik lekker mijn mooie lampen ook bedienen met mijn telefoon. Deze heb ik voor in de woonkamer. Dan heb ik... die had ik voor volgens mij in het washoek. Dan heb ik witte gedaan... waarom heb ik dat gedaan? Ik heb het verkeerd gedaan. Sukkel! Ik ben een beetje dom. Ik had 2 ambers moeten hebben. Dit wilde ik juist voor de gang. Nou ja, whatever. En ik heb sensoren gekocht en wat schilderijhaakjes. En dit, wat echt 30 euro kostte, wat de sucroosjes hebben weggegooid. Huh? Philips Hue Light. Hier heb ik een Philips Hue lamp. Die heeft die jongen volgens mij laten hangen. Waarom doet hij dat? Oh, dat zei hij nog. Het staat op Philips Hue Color. Maar Philips Hue, daar heb ik dus niks aan. Super zonde. Maar die kan ik wel een olievuur geven. Want als je Wiz hebt, dan kan je dus niks met Hue. Dit is Wiz. Ik hoop niet dat hij te groot is. Oh, dat is wel echt zonde. Tenminste, je kan natuurlijk de lampen aanzetten, maar dan gebruik je niet het effect. Ik heb ook gewoon... ik heb niet gekleurd gedaan, alleen maar dat je warm of koud kan doen. Ik hou heel erg van warm. Ik hoop dat die goed is qua maat. Ja. Maar waarom koos ik er dan hier juist voor om... ik heb alles andersom gedaan. Waarom doe ik soms dan zo dom? Want hier wilde ik juist, zei ik tegen haar, op de gang ga ik warm, warm doen. Dat zijn warme lampen. Zeg maar qua buitenkant van het glas. En hier ga ik dan koud doen, want het is grijs. Maar goed dat ik dit heb gekozen. Want dit matcht mooi met het goud hier. Oké. Okay. Nou, ja, dit is wel echt zonde. Philips Hue lampie.
Maar Olivier heeft dat, dus dan geef ik het wel aan Olivier. Maar hij heeft natuurlijk al de lampen die hij nodig heeft. Sensor wilde ik hiervoor in de kast. Vond ik eigenlijk duur voor 25 euro, want je kan het knopje ook aanklikken, maar oké. En deze voor in de gang, daar wilde ik heel graag een sensor. Dus, ja. Hij had deze lamp voor mij aangesloten, qua stroom, zeg maar. Alleen, ik moest nog een lampje kopen voor erin, dus heb ik gekocht. Maar ik zet hem net aan en hij is echt super warm. Ik moet zeggen, ergens vind ik het wel leuk sfeervol. In je badkamer, maar je kan je echt niet opmaken of zo met het licht. Dus, nu ben ik hem aan het vastzetten, maar pa, nee! Oh, valt hij weer! Irritant. Ik ben hem aan het vastzetten, maar denk ik, ja. Dit is dus waarschijnlijk ook niet het goede licht. Zoiets zat er al in. Alle schroeven vallen. Yippie! Yippie, yeah, yeah, yeah. Kijk, het is zo donker, kan je niet zien waar mijn schroefjes zijn. Ik zie ze niet. Haal nu vast aan één schroef. Alright, ik ben in de sportschool, let's go. Zo, bovenlichaam getraind. En het was echt heerlijk. Ik vind het zo lekker om te sporten. Dus ik hoop echt dat ik deze week weer lekker 3 keer kan. Want ik heb het echt nodig. Dit is toch prachtig, jongens. Ik stop even van het fietsen om dit voor jullie te filmen. Ik heb net vanmorgen nog even een boodschap gedaan. En mijn dingen naar de karwei teruggebracht. Hey. Ik ben even op wintersport ben geweest. Ik heb het gevoel dat ik echt 30 uur gefietst heb. Het woei zo hard. Wel goed voor de workout, want ik beweeg veel te weinig en ik voel me vatzig. Dus beter. Wat is dit voor muziekje dan? Nog nooit gehoord. Een energiecontract afgesloten bij groene stroom. Zodat ik duurzaam ben. Dat is wel iets duurder, denk ik. Ik heb 2 vraagjes. Ten eerste, ik heb net een contract afgesloten bij jullie. En die gaat vanaf morgen in. Alleen, ik was heel erg laat. En in mijn brief staat dat ik het dus voor vandaag had moeten afsluiten. Ontvangt u een sms? Oké, water, gas, water, stroom afgesloten. Nu Liander bellen. Omdat ik 1 nacht te laat ben of ze het niet willen afsluiten. Typisch Charlotte weer. Voor de rest heeft u dan misschien nog andere vragen om te doen? Nee, dat was het. Ik wil u nog wel een hele fijne dag wensen. Ja, u ook. Dank u. Dag. Oh, er was helemaal niks aan de hand, joh. Er komen echt nog 3 brieven in totaal en dan nog een deurwaarde. Dus ik was helemaal niet heel erg laat. Wow, 1 seconde later heb ik echt 1 dikke grote mug, langpootmug gevangen. Wow. Ik heb hem niet vermoord. Ik ging dus bij mijn buren vragen bij wie zij hun stroom hebben. Zij is dus bij Van de Bron. Dat is ook heel duurzaam. Maar toen zag ik dat je dus korting kan krijgen. Dus dat had ik geregeld. Dus nu krijgt een van mijn buren 75 korting aan het eind van het jaar. En ik. Maar ik heb dus ook een vriendenlink. Dus ik dacht, ja, dat kan ik net zo goed tegen jullie zeggen. Ga je nou verhuizen, moet je nog energie afsluiten. En wil je dat bij Van de Bron doen? Check dan even mijn beschrijving, mijn vriendenlinkje. Want bij een jaarcontract krijg ik 75 euro korting. En jij ook op het eind van het jaar. Als je 3 jaar doet en dan ook nog met gas, kan je zelfs 200 euro. Dus super chill. Dus hebben we win-win situatie. Jij bent een beetje stout. Als je roept ben je stout. Zo, ik heb lekker een megabak. Die ligt helemaal vol met ijsbergsla. Daarop liggen vleestomaten en wat buffelmozzarella balletjes. Dan goede olijfolie, zout en peper. En hieronder ligt dus heel veel ijsbergsla. Oh, schatje. Nou, je bent zo lief. Je wordt steeds meer vriendjes, hè? Ben je zo'n ontzettend liefje? Ik zou niet denken dat jij al 17 bent, hè, schat. Nee, is zo mooi. Kom maar. Je bent zo liefje. Nou, schatje. Zo, ik heb even wat gewerkt aan de samenwerking gefilmd en verstuurd door controle. En nu ga ik even mijn pakketjes naar DPD wegbrengen in Amsterdam-Sport. Heel even naar Amsterdam-Sport. Niet te veel kopen. En dat. Dat was echt een hele creepy locatie. Maar de vrouw was echt super aardig. Maar ik dacht echt van, is het nou hier? Zeg maar bij Kraaiennest. Ik kwam hier vroeger best wel vaak. Maar op een hele verborgen plek. Dat ik echt dacht, is er überhaupt wel? Er was ook geen parkeerplek. Maar
ze zijn weg met pakketjes. Nu nog 5 minuutjes even naar de Amsterdamse poort. Poort. Amsterdamse poort. En mijn samenwerking is al goedgekeurd. Super snel, echt chill. I love it. Good morning. Ik ben even het water voor de dieren en zo aan het doen. Maar dit is het water van Push Me Out, maar Chico wil hier ook altijd in spelen. Hey Push Me Out, ben jij er ook? Hi schat. Het is me dus gisteren niet gelukt om geen geld uit te geven. Ik dacht echt dat het me ging lukken, maar ik zag heel veel leuke dingen. En die ga ik jullie straks laten zien. Ik ga vanmiddag naar mijn huis. Er wordt ook iets bezorgd van de karwei, houtplanken, die hopelijk goed zijn voor mijn washoek, zeg maar. Daar heb ik echt plankjes nodig. En dan moet ik ook echt mijn slaapkamer gaan afmaken, want morgen wordt mijn bed bezorgd. Tot die tijd ben ik even hier lekker aan het werk. Ik heb nog een fiets. Ik heb een fiets gekregen van Mockwheel, supercool, een elektrische fiets. En die moet ik wel even zelf in elkaar gaan zetten, dus die heb ik net buiten gezet, die doos. Ik hoop dat het mooi weer zou zijn, is het niet. Maar het regent ook niet. Ik denk dat ik even buiten daar een beginnetje mee ga maken. En ja, vandaag wil ik weer eventjes heel gezond eten. En een beetje opletten wat ik eet, want je ziet het echt aan me. Echt bolly. En daar heb ik geen zin in. Ik was al wat meer bolly en dat had ik geaccepteerd, maar dit vind ik te bolly. En jij bent nu ook lekker bolly. Jeetje. Ja, Poes, maar dit is jouw water. Deze poes wil ineens de hele dag bij mij zijn en loopt de hele dag om me heen. Maar morgen is alweer de laatste dag dat ik hier woon. Nou. Pushy Miao en ik zijn lekker bezig hier. De doos is open. Dat is nog best een gedoe. Heel dik materiaal, maar oh my god, kijk nou. Mijn elektrische fiets. Hij is dus zeg maar een soort van groen goud. Maar ook een heel groot deel zwart, wat ik heel chill vind. Lekker mooi, clean. Maar er moeten dus een aantal dingen in elkaar gezet worden, maar het valt mee. Kijk, Mockwheel. Kijk hoe gaaf. Super dik wiel. Hij is nog niet in elkaar, want dit klopt niet qua verhouding. Ik moet even de gebruiksaanwijzing gaan zoeken. Maar het ziet er wel te gek uit, zeg. Ik denk dat de gebruiksaanwijzing hierin zit. Wow, je krijgt er een hele gereedschapskist bij. Vet. Kijk nou. Wajo. Oh my god, wat een bouwpakket. Tie rips. Je krijgt er zelfs een schroevendraaier bij. Allemaal geordende zakjes met schroeven. Oh, dat is wel heel netjes. Trappers. Stukje Elektra hier ook. En een handleiding. En nog een doos. Ah, dat is de accu. Gaaf, mijn eerste elektrische fiets, jongens. Te gek. Zo naar binnen verplaatst, maar ik dacht, hey, weet je wat ik ga doen? Ik zet hem lekker binnen en dan ga ik vanavond, terwijl ik lekker tv kijk, hiermee aan de slag. Wat is ideaal. Ik ben bezig om al het verpakkingsmateriaal eraf te halen. Zie je ook een beetje wat er overblijft. Hij is wel heel cool, hè? Een soort groen goud. Hier nog. Heel erg mooi. Heel gaaf. Oké, niet heel veel later. Ik zag dat de bezorger al eerder kwam van PostNL, van de karwei. Dus ik dacht, ik reed snel naar mijn huis, want het is super irritant als je niet thuis bent voor zo'n groot pakket. Dus ik ben lekker snel naar naartoe gereisd. En mijn huis is een zooi. Ik ga hier gewoon echt lekker aan de bak. Ik wil ook nog eventjes sporten. Maar ik moet echt eventjes gaan knallen. Maar ik heb ook nog een shoplog voor jullie. Deze aankoop is geweldig. Dit heb ik gisteren bij de TK Maxx gekocht. Een weekly planner. Je kan hem opplakken, dus je hoeft niet te boren. Even kijken waar ik hem ga doen. Maar sorry, dit is toch waanzinnig. Waar je gewoon even de kleine dingetjes die je wil onthouden op kan schrijven. Ik vind het geweldig. Misschien is hij hier wel heel erg leuk. Maar daar moet ik echt even over nadenken. En deze lijst kon ik niet meer vinden bij de Action. Want dit is diezelfde lijst volgens mij als waar ik al die kaartjes van mijn oud-collega's in heb. Maar die had H nog van mij liggen. Kijk, als het goed is. Ja,
Daar heb ik er toen 2 van gekocht. Die hebben ze niet meer bij Action. Maar die wall is wel echt... Kijk, dat hoeft natuurlijk niet af voor hier gewoon, hè. Maar ik heb nog wel heel veel te doen voor die wall, hoor. En ik moet ook nog heel veel foto's laten afdrukken. Maar ik wil eigenlijk nog een haringje eten vandaag. Dus heel misschien ga ik dat nog wel doen. En dan even bij de HEMA foto's drukken. Maar eerst moet het hier netjes worden. Eerst moet ik die bank uit elkaar gaan halen. Toen ik hierheen ging, regende het heel hard. En nu schijnt de zon weer. April doet wat hij wil. Ik heb waanzinnige dingen weer gevonden bij de TK Maxx. Allereerst deze geweldige strandhanddoek. Ik heb er al 1. Nu heb ik er dus 2. Want die kant waren eigenlijk allemaal best wel oud. Heel groot. En echt zo leuk en zo mooi. Daar ben ik echt onwijs blij mee. Dit vond ik te schattig en uitbollig. Ik denk dat ik dan een haakje kan hangen in mijn plafond buiten, zeg maar. Voor vogeltjes. Ik kon het gewoon niet weerstaan om dit niet te kopen. Dit is toch... Kijk, zoiets kan je ook wel in de kringloop vinden. Dus ik dacht eerst... Ik vond het zo lief en schattig. Een heel lief en mooi fotolijstje voor bij de wall. En dan gewoon een aantal ontzettend leuke kaartjes. Echt superleuk. Deze had ik eerder al gezien, maar stond nu in de sale. Dit leek me dus heel leuk voor in de wc. Eerst dacht ik als gereedschapskoffer ding. Maar het leek me ook heel leuk in de wc. Voor dus tampons, maandverband, billendoekjes, vochtig toiletpapier. Dus ik ga even kijken of het leuk staat. En ik dacht, als hij niet leuk staat, dan heb ik wel iets anders ervoor. Kijk, dit is ook bijvoorbeeld heel leuk voor servetten en bestek. Maar ja, ik ben geen restaurant. Maar ik vond hem gewoon heel erg mooi. Ik had bij precies van deze stijl ook een borrelplank gezien. Die kon draaien. Hij was zo mooi. Maar ik vond het... Ik heb het toch niet gekocht, want hij was 25 euro. En hij was niet helemaal egaal. Dus hij had zo'n patroontje erin. Toen dacht ik, ja, dan blijven bakjes en zo toch niet staan. Hier hadden ze maar 2 van. Dat is misschien wel beter, want anders had ik er 4 gekocht. Nu dacht ik, oké, dan koop ik er 1. Dat vind ik dan een hele mooie saladeschaal. Jullie weten hoe gek ik ben op mooie schalen. En ik gebruik ze ook echt. Deze heb ik nog van mijn bonusdochter erbij gekocht. Want nu ze steeds wat ouder wordt, heeft ze heel vaak iets van, ik heb geen tasje. En dat ik dan ook zeg van, ja, je moet even wel gewoon je eigen tasje gaan hebben om je spulletjes in te bewaren. Dus ik vond deze super schattig. Dus die ga ik ook nog inpakken voor de verjaardag. Dit is voor mijn cadeauvoorraad. Maar ik heb nu zoveel leuke... meisjes, kinderen, zeg maar, in mijn familie, dat ik dacht, dit vind ik echt, dit als je dit op cadeau krijgt, als je net een beetje dingen met je haar kunt doen, is toch waanzinnig. Ik heb hem nog nooit gezien, zo leuk. Ik voel de gedachten van mensen al weer opkomen met, oh my god, Charlotte, waarom koop jij dit allemaal? Deze is ook nog van mijn bonusdochter erbij, ze wordt lekker verwend, maar ze is gek op Stitch. Dus ik vond die haarborstje heel leuk voor haar. Nog een leuk kaartje. Hele leuke servetjes. Allemaal niet nodig. Volgens mij heb ik niks gekocht wat ik nodig had. Dit keer. Nog een set met 3 cadeautassen. In hele mooie pasteltintjes. In 3 verschillende maten. Deze. Oh nee, is de dop weg? Ik hoop het niet. Oh ja, een duikbril. Want ik zit altijd weer op vakantie en dan koop je zo'n hele dure bril. Dat je de duikbril bent vergeten. En deze vond ik gewoon handig om te hebben. Het is niet zo duur. Lekker zwart. En deze spray vind ik er heel leuk uitzien. Dacht ik, dat is ideaal voor waar de kattenbak komt te staan. Maar hij rook ook echt top. En ik hoop dat ik de dop ook heb. En dit maakte me heel blij toen ik dit in de winkel zag. Jullie weten hoe leuk ik die lucifers dus vind. Ik word er echt heel blij van. Het is alleen jammer dat ze die stickers steeds plakken op het mooie label. Maar ik wilde al... Hé, hey, daar zijn ze. Ik wilde al heel lang roze. Kijk. Roze gevonden. Ik dacht dus dat het al voorgemonteerd was. Maar dat is het niet. Er stond een heel groot pakket naar je onderweg. Ik denk, nou, dit is echt al gemonteerd. Dit is van een karwei van Duralina. Dat was 50% korting. En ik zocht al lampen. Dit is echt onzin. Die zetten 2 lampen in. Waarom zo'n grote doos? Hoppa. In die mooie bruine lamp passen dus niet normale lichtbolletjes. Dus ik hoop dat die lange dus wel past. Maar ik weet het niet. Anders heb ik echt een probleem. Want dan kan ik... geen Whiz gebruiken. En ja, als je Whiz hebt, wil je wel overal Whiz. Al helemaal in de gang. Want daar wil ik ook die sensor. Dus ik hoop. Ja, dit past dus ook niet. Ik denk als je dit eraf schroeft, dat het ook niet heel veel effect heeft. Dit is echt balen. Geen 1 lichtbol past hierin. Nou, maken we het nog eventjes af. Ik heb
heb 3. Ik hou dus nooit zo van diffusers. Qua geur vind ik ze vaak niet zo lekker. Deze zijn geweldig. Dit is echt fantastisch. Dit is ook wel heel leuk om iemand cadeau te geven hoor. Ik heb 3. Het is voor in mijn wc. Dit is echt een cadeau tip. Ziet er super leuk uit. En ruikt echt heel lekker. Wauw. Ik vertrouw €7 voor dit niet zo duur. Want van die goede geurdingen zijn altijd hartstikke duur. De doos ziet er gewoon fantastisch uit. Maar daarom ga voor cadeautjes alsjeblieft naar de Tika Mix. Kijk, er zit dus ook kristal in. Te cool, toch? Zo, ga ik dit in de wc zetten. Kijk nou, ik moet het hier echt nog een beetje leuk maken hoor, in mijn wc. Maar het ruikt geweldig, ziet er super leuk uit. Echt een tipje. Oké, ik heb cadeautjes ingepakt. Het zijn twee van zulke latten, 3 houten planken en allemaal schroeven en zo. Niet de boor aanraken. Het is een 6, dus dit vind ik vreemd. Ik vind de serie Maxima trouwens zo ontzettend goed en leuk. Ik ben helemaal zin om het weer te kijken. Ze zeggen dat het nu waterpas is. Oké, okay, nog niet helemaal goed. Ik ga een heel klein stukje hout weer hier afschuren, dan past die. Ja, dan laat ik het gewoon zo hoor. Ik vind het wel prima. Ik denk niet dat ik bij allemaal moet gaan zagen. Dat het gewoon net hieronder niet goed is. Dus ik zaag een klein hoekje eruit. Wel chill dat je ook heel makkelijk de maat kan veranderen. Oké, het is echt heel lelijk, hè? Ja, ik heb besloten om 2 planken uit de andere doos te halen en die verder niet te gebruiken. Want en ik vind het veel beter eruit zien. En ik heb geen zin om nog een rekt op te hangen. En hier past er toch niet nog een rekt. Dat wordt veel te krap. En de spullen die ik al neerleg zijn echt etensvoorraad dingen. En dat stapelen vind ik altijd super irritant. Dus hoe meer plankjes, hoe minder je hoeft te. Ik vind het wel een beetje wankel, maar goed. Ik zou het zelfs nog kunnen... Nee, lijmen kan niet. Hoe minder je hoeft te stapelen natuurlijk. Dus... Het enige wat hoger zijn deze. Die passen nu niet. Maar die kunnen ook daarboven. Dat gebruik ik niet zo vaak. En ik kan er natuurlijk ook voor kiezen om bijvoorbeeld dat soort dingen juist hier te doen. Want hier is meer ruimte. En zeg maar ervoor te kiezen om wat lagere dingen bijvoorbeeld daar te zetten of zo. Ik vind het in ieder geval beter eruit zien ook. Kijk, zo kan het ook. Dan heb je daarboven meer ruimte. Maar dat vind ik dus weer lelijk. Omdat het dan eentje hoger is. Maar... Ik denk als het vol staat dat ik me er niet meer aan stoor, dus dat ik het zo laat. En daar helemaal bovenop kan dan iets wat je even weg wil zetten, wat je niet vaak nodig hebt. Daar wil ik eigenlijk ook een plankje. Nee, trouwens, het heeft geen... Ja, als ik een plank boven de droger wil, dan moet ik een plank nemen die zo diep... Nee, dan moet er hier nog een plankje voor het wasmiddel en zo. Dat kan natuurlijk ook hierbij. Dat kan ook hier. Maar het zou ook nog daar kunnen. Wat denken jullie? Kan ik nog ergens een plankje kwijt? Ik denk het eigenlijk niet. Het lijkt wel... Het is scheef, zeg maar. Ik heb het recht hangen, maar het ding zelf is scheef. Dat vind ik wel... Ik weet niet of ik het nou leuk vind. Ik hoef er niet te boren, alleen maar te schroeven. Kijk, in de winkel vond ik het echt een leuk ding, maar... Ik weet het niet. Maar het licht is nu ook op koud, dus dat moet ik sowieso veranderen, want dat wil ik niet. Kijk hoor. Ik vind dit wel echt heel leuk wat ik hier heb gehangen. Ik ben er heel erg blij mee. Heb ik nou al verteld dat ik die andere er ook bij heb gehangen? Volgens mij niet. Kijk. Ik had toch die 2 kruidenrekjes. Ik heb nu iets van ja, wat ik heb gekocht wil ik ook gewoon ophangen. Oh, het is heel scheef. Huh? Ja hoor. Ik dacht al toen ik die waterpas deed. Dit klopt niet. Maar dit kan niet. De gaten zijn weer erg mooi. Maar precies dit had ik ook met mijn kapstok. Weten jullie nog? Nou. Hoe kan dat nou? Daglicht. Meer opties. Je kan nog meer opties kiezen. Oceaan. Ik wil dat je... Hoe is dit? Ja, comfortabel. Dit vind ik chill. Juist. Kijk, als ik dit leuk versier, wordt het wel leuk. Als ik dit leuk ga versieren. Want ik mis gewoon extra decoratieruimte. Maar dat ding zelf is gewoon scheef. Ik zie het gewoon... Die balk is scheef, dit is scheef. Het is gewoon een heel scheef ding.
Dus ik stoor me er nu aan. Maar dat komt waarschijnlijk wel goed. Eerst dacht ik ga gewoon die ophangen. Maar ik vond dat een beetje te klein en ook niet mooi genoeg. Nu zoek ik weer mijn waterpas. Want ik doe echt alles helemaal waterpas. Deze is ook waterpas. Maar dit probleem... Hi. Dit probleem hadden we natuurlijk ook met de kapsok. Het magische probleem. Maar kijk, die schroeven zijn waterpas. Dus of... Nee, maar zie, dat is toch scheef? Ik heb het ook van hier tot hier gemeten dat het dezelfde afmeting is. 18 nog wat. En geen 18. Oké, dus hij is scheef. Dus mijn waterpas klopt niet. Very nice. Very, very nice. Nou, dat kunnen we wel fixen. Maar dat wordt heel lelijk. Dan moet ik ervoor zorgen dat ik... Oh, dat maakt niet uit. Het zit onder dit, gelukkig. Nou, gaan we dit fixen? Zo, niet 100%, maar we doen het ermee. Dus in ieder geval, ik vind het heel leuk geworden. Ja, ik vind het echt leukie. Oké, ik vind het eigenlijk heel leuk. Ik heb even nieuwe droogbloemen nodig voor links. En deze zijn eigenlijk ook te oud. Ze vallen een beetje uit. Het mag ook wel iets kleurrijker, vind ik. Ik kan nog een beetje afmaken. Maar ik vind het helemaal cute. En ik moet nog een mooie dinges daar. En nog een dinges daar. Ja, cute toch? Nu ga ik hier nog een plankje hangen. Ik twijfel omdat daar ook al een plank zit. Maar ik vind het handig. Want dan kan je hier ook opmaken en iets neerzetten. Dus die ga ik ophangen. En heel handig, er zitten dus strookjes bij. Dat je meteen de goede maat weet. Oh, beter doe ik hier wel eerst een klein bordje. Want dit mag niet verpest worden. Misschien hoef ik hier ook maar een kleiner bordje trouwens. Want... Het is geen wandplank. Ja. Het is altijd heel lastig om je boor precies op dat gaatje te krijgen. Nou, als hij nu niet waterpas is, weet ik het echt niet meer. Oeh, hij ging bijna weer barsten. Net wel, zeg maar je ziet het niet. Oké, het is heel jammer van het gat, maar ik moet toch met muurvuller en verf aan de slag. Het is niet anders, maar hangt hij nou recht ten opzichte van een spiegel? Ik weet niet, let je toch nooit meer op. Nu, de handvraag is die waterpas. Het moet gewoon bijna wel. Nou, kijk, alsnog niet 100%, maar het kan slechter. Je ziet het niet. Ik vind het wel leuk, want ik wil me hier ook kunnen opmaken. Zeg maar dat je hier make-up of zo op kan zetten. Dus ik moet hem eigenlijk ook niet dan volzetten met spullen. Maar ik vind het ook weer stom om hier niks op te zetten. Dus kijk, gaat hij weer op het verkeerde licht. Heel irritant. Ja, ik wil hem dus ook vrij houden. Maar het ziet ook weer stom uit als je hem vrij houdt. Nou, ik kan maar even gaan stofzuigen. Deze en deze klatsen net tegen elkaar aan. En dit ding breekt helemaal in stukjes. Terwijl ik hem net nieuw had. Echt zonde, kijk. Oh, misschien kan ik dit onderdeel gebruiken om zo'n kaarsenhouder te maken. Wat ik zei. Nee, ik zou niet weten hoe. Ik wilde toch precies zo'n stukje hebben. Om in zo'n ding te doen dat je zelf zo'n kaars... Nou, ik ga hem even bewaren nog. Oh my god. Obsessed. Ik twijfel of ik hem hier moest doen. Ik vond hem eigenlijk nog mooier met oranje achtergrond. De beige. Maar deze plek vind ik gewoon geschikt. Ah! Ik vind het niet de allerleukste plek om te hangen. Omdat het al... Ja... Daar druk is met die kast. Maar ik vind het wel de meest praktische plek om het hier te hangen. Ik dacht, ik kon hem over, zeg maar... Hier vond ik het heel mooi qua kleur. Maar vind ik... Ja, had ook gekund. Toch te random. En ik vond hem ook hier leuk. Maar vond ik zonde. Daar vond ik hem te mooi voor. Hieronder. Dus ik heb hem nu hier. Dan heeft hij dus een roze achtergrond. En hij is op zich waterpas. En ook uitgemeten qua links en rechts. Ik vind hem niet een 10 op deze plek. Maar hij hangt al. Hij is vastgeplakt. Ik ga hem niet meer afhalen. En we doen het ermee. Ik vind hem wel echt waanzinnig leuk. Er gaan nu sowieso mensen zeggen, ik zou de lijst verven. Of zoiets.
Oh, is wel een goed idee. Die lijstverf en de roze kleur. Is dat een goed idee? Dat vind ik dus wel het nadeel van plakken. Je kan het echt nooit meer wegkrijgen. Maar ik vind hem heel leuk. Kijk, wat moet ik nu opschrijven? Wat had ik nou, moet ik nou nog eens doen? Oh my god. I love dit bord. Waanzinnig. Dit vind ik heel leuk. Dat heb ik ook nog nooit ergens gezien. Oh, ik hou zo van de TK Maxx. Mag ik gesponsord worden door de TK Maxx alsjeblieft? Dank je. Deze staat nu hier en het ruikt hier nu echt naar sauna. Echt geweldig. Hier is nog een beetje een chaos. En ik dacht, oh ja, badjas. Ik wil nog iets ophangen. En gelukkig hoefde ik die ook niet te boren. Want dat was ook een holle muur. Kijk. Ta-da-da. Voilà. Mijn nieuwe kapstok. Ook nog eens waterpas. Hier kan ik lekker dingetjes aanhangen. Hier kan ik badjas aanhangen, maar ook bijvoorbeeld jasjes of zo. Ideaal. Hier staat mijn wasmand trouwens. En hier staat een keyboard. Ik vind het echt top, want als je hier dus kijkt, zie je totaal niet dat het... Lijkt net alsof het helemaal tot het einde loopt eigenlijk. Nou ja, het valt gewoon niet op. En daarachter heb je dan nog perfect ruimte voor dingen. Dus dat vind ik heel erg fijn. Ik hoop dus dat je hier ergens die deuren kunt stellen. Ik snap nog steeds niet waarom hier twee harige randjes zitten en op de rest van mijn deuren niet. Daardoor kan ik hem ook minder goed vastpakken. Want dit probleem krijg ik dus niet opgelost. Dit gat. Dus ik hoop dat het... Hey, super scheef ineens. Dat was eerst niet. Nou, ik hoop dat het dus te stellen is. Ik heb nog steeds allemaal dingen hier waarvan ik niet snap wat ik ermee moet. Dus mocht je het weten, ben je echt mijn redder. Misschien heb ik het vorige vlog al gevraagd. Ik zet het nu hier. Oh, ik vind dit meteen heel slaapkamerachtig staan. Zo heel schattig. Dit moet weg. Want morgen komt mijn bed. En het is echt een chaos zo hier. Ik heb bedacht dat ik spijt heb dat ik die heb opgehangen. Want hier heb je een soort van hele natuurlijke mooie rust. En dan is het hier al druk. En dan zit dat bord erbij en het slaat nergens op. Het was veel leuker geweest als het hier terugkwam. Maar nu kan hij er niet meer af. Maar als ik die rand ook in dezelfde kleur roze verf, is het denk ik ook beter. Bit weg. Bit weg. Ding weg. Beter. Dit is echt veel mooier dan dit. Zonde! Oké, okay, let it go, let it go. Nou, mijn slaapkamer, hoor, is er. Dat gaat als die als eerst van mij wel komen. Het is nu 7:15. Het is gewoon een hoor die je er zelf uit kan halen. Die hadden we ook altijd in Zoetermeer. Het is €90. Hij zei dat het voor hier ook zou kunnen. Een hoor die je zelf uit kan halen. Want hier ga je natuurlijk... Ik dacht, dat kan niet, want je wil het raam helemaal open kunnen doen. Maar je gaat natuurlijk nooit naar buiten lopen bij dit Franse balkon. Dus daar zou het ook kunnen. Hier wordt het heel duur. Dan moet je echt zo'n schuifding... Maar misschien wil ik hem ook voor daar. Ga ik even over nadenken. Ik heb zoveel mogelijk dozen weer uitgeruimd. Dit moet allemaal naar de berging. Kijk, hier heb ik dus een hoorn. En dat is gewoon heel erg fijn. Want er zijn best wel veel insecten hier. En dat is gewoon een heel mooi handig systeem. En je ziet hem ook eigenlijk niet als je er doorheen kijkt. Dus dan kan ik gewoon lekker slapen. Morgen of overmorgen als ik hier ga slapen. Nachtkastje moet eigenlijk ook nog weg. Want ik was dus, ik weet niet of ik dat het verteld. Maar ik had geen rekening gehouden met dat ik eigenlijk geen lades had moeten nemen. Want ik heb heel slim bedacht schuifdeuren, want dat neemt minder ruimte in. Maar niet slim bedacht, geen lades. Dus als ik mijn lades open wil doen, kan ik geen nachtkastje. En ik wilde geen kleiner bed. Dus of ik moet een nachtkastje houden en alle lades wegdoen en vervangen voor planken. Maar dat vind ik best wel zonde. Dus ik denk dat ik gewoon een leuk plankje ga ophangen als nachtkastje. Die dan zeg maar hoger is dan de lades. Nou, dat is niet zo moeilijk. Kijk, hier zijn ook nog wel dozen en zo. Maar goed, we zijn goed bezig. En ja, deze moet dus weg. Misschien zet ik hem nu al wel in mijn auto. Want ik dacht dat het wel leuk was om die gewoon in de slaapkamer bij mijn ouders te zetten. Want daar is geen nachtkastje. Dan moet ik alleen dit en dit morgen nog eventjes weghalen. Dit staat nu niet in de weg. Ik heb al stof gezogen. Dan kan het bed in principe bezorgd worden. Iedereen denkt, hoe gaat hier een bed passen? Maar vaak als er eenmaal een bed staat, dan denk je van, oh, de kamer lijkt groter. Dus ik ben heel benieuwd. Ik besloot dat ik niet ging sporten. Ja, ik ken mezelf. Ik moet gewoon eerst sporten. Want als ik eenmaal begin, dan kan ik... Oh, ik zie een soort teddy daar rennen. Kan ik niet meer stoppen. Maar mijn slaapkamer is wel opgeruimd. En heel veel is ingeruimd. En ze komen dus morgen pas tussen 3 en 6. Dat is echt super laat. Maar goed, dan kan ik morgenochtend lekker sporten. Misschien nog even wat ik wil doen bij de Maxis. En, oh ja.
Ik dacht, laat ik in plaats van een soort voorraadkast met beauty spullen een keertje gewoon mijn spullen in mijn badkamerkast zetten. Aangezien ik nu voor mezelf één megakast heb. Ik heb gestort veel producten. Ook nog dingen die ik dit bijvoorbeeld van Lotte gekregen. Dit heb ik nog van PR gekregen. Maar krijg ik nu echt al 2 jaar niks meer opgestuurd. Eigenlijk al een paar. Eigenlijk echt al 4 jaar. Krijg ik nog een keertje heb ik wat gekregen. Maar ik krijg eigenlijk nooit meer beauty spullen. Maar dit is gewoon allemaal voorraad. En ik geef het altijd cadeau. Maar ik kan het ook lekker zelf gaan gebruiken. Dus ik dacht, ik zet het allemaal in mijn kastjes. Ook heel veel is zelf gekocht hoor trouwens. En dit was dus nog van vorige week toen ik voor Elisa een cadeautje ging samenstellen. Was er dus een lipstick gelekt die echt een drama is. Dus dat moet ik ook nog gaan schoonmaken. Maar nu ga ik, want het is al best wel laat. Goedemorgen, ik ben al lekker vroeg opgestapt met mijn poldercar die inmiddels al bijna leeg is. Die lag helemaal vol. Allemaal kleding, mijn dekbed, eten, gewoon allemaal spullen uit mijn ouders huis. Dus ik ben even lekker bezig om alles in te laden. Even bij de Hema wat leuke taartversierdingetjes gekocht voor zondag. En dit is echt leuk. 31, 10. Mijn laatste 1 was toen ik 21 werd en haar laatste 1 was toen ze 1 werd. Super grappig. Jongens, over een paar minuten wordt mijn bruno bed bezorgd. Wat ik ook wel leuk hier vind, behalve dat ik natuurlijk een ziek chillbed krijg, is dat dit nu de laatste stap is. Ik ga hier ook wel slapen vanavond, heb ik besloten. Want ja, vanaf nu kan ik hier gewoon wonen. Dus ik ben net bezig om het zoveel mogelijk netjes te krijgen hier op te ruimen. En dan wordt hij zo bezorgd. En dan gaan jullie hem ook zien. En daar gaat mijn onderlaken die ik net heb gekocht. En hier is een jas aan het drogen. Ik moet nog even een wasrek kopen. Het liefst wilde ik dus iets wat je zo uit het plafond naar beneden kan trekken of zo. En ik zag dus net dat ze bij Bruno gewoon perfecte onderlakens op maat hebben. Maar goed, daar kwam ik net pas achter helemaal niet over nagedacht. Die gewoon helemaal geschikt zijn. Juist voor die topper. Maar ja, too late. Dus ik heb er nu gewoon bij de Hema eentje gekocht. Ik ben zo... zeg maar, zoals een kind die jarig is, dat heb ik nu in mijn bed. Ik ben zo excited. Oh. En ik heb deze schaal met Bed Action gekocht. Oh my god. Ik had dus, bij Bruno wilde het heel graag dat ik aan jullie laat zien hoe ik het in elkaar zet. Dus je kunt het natuurlijk ook in elkaar laten zetten door de bezorgers. Maar ik had wel gevraagd of ze dan wel het verpakkingsmateriaal wilden meenemen. Dus we gaan het uitpakken en dan ga ik hem dus zelf in elkaar zetten. En je gaat echt denken, hoe gaat hier ooit een bed passen? Ik ben heel excited dus. En de bezorgers gaan sowieso vet blij zijn als ze zien dat ze letterlijk alleen maar dit hoeven te tillen. Het is gewoon meteen de eerste kamer bij de voordeur en je hoeft niet eens naar boven te lopen. Gewoon in de lift, hoppa. Kun je ook materiaal mee, toch? Ja. Okay. Eindelijk ook de chille bezorgers. Heel chill dat het trouwens gewoon gratis bezorgd wordt. Ze zijn nu weer naar beneden om meer te halen. De kleur is echt geweldig, waanzinnig. Zo mooi. Echt een warme, lichte beige kleur. Dat hoopte ik al heel erg. Je weet natuurlijk nooit, maar het is precies zoals je het op internet ziet. Kijk hoe goed het met alles matcht. Beeldig. Want bijvoorbeeld die bank is veel cooler dan die op internet eruit zag. Maar dat bed is echt toppie. Kijk, ik ga even deze alvast lezen, want ze zijn al voor de 3e keer naar beneden gelopen. Dit staat er nu. En ik heb hier ook snoepjes. Die zitten in dat zakje. Kwaliteitskaart die je goed moet bewaren, krijg je er ook bij. Lekker zooitje hier. Die bezorger was echt super schattig. Hij zei, ga je het zelf doen? Ik zei, ja. Ik zeg, is dat moeilijk dan? Ik zei, nou, als je expert bent. Ik zei, ja joh, ik heb bijna alles hier zelf gedaan. Echt? Oh. Dus dat moet wel lukken, joh. Oké. Alles in het boekje is super duidelijk. En het hoofdbord erop klikken is soms lastig in je eentje. Maar desnoods vraag ik iemand nog even om daarbij te komen helpen. Zo ziet het er hier nu uit. En volgens mij moet ik als eerst gewoon de poten eronder doen. Ja, hoe moeilijk is het nou om een bed in elkaar te zetten? En ik denk dat dat mijn matrassen zijn. Hier ook nog wat dingetjes. Ik zal deze even dicht doen. Anders lijkt het nog meer. Hoppa. Stap 1. Ja, misschien moet ik het hoofdbord vast goede plek zetten. Nou, poten erin draaien, niet zo moeilijk. Yeah, I'm a strong woman. Auw, niet dat het bed op me valt. Wow, mooie. Gewoon nog allemaal knitten, want. Dit zijn tenminste betere poten dan dat keukenblok, zeg. Oh my god, ik ben al zo ver. En het ligt al zo lekker. Het staat zo mooi.
Kijk, het is met opbergruimte. En ik heb dus mijn luchtbed hierin. Hoe ideaal is dat? Ik was al bij mijn auto mijn nachtkastje neerzetten. Toen dacht ik, ik ga nog een keer naar boven, want ik moet dingen doen. Maar ik vraag me ineens af of jullie dit ook doen. Ik doe dus dit dan, hè. Cadeautjes, shoppers, plastic, zonnebrand. Cadeautjes, shopper, plastic, zonnebrand. Dat doe ik, want ik weet dat als ik een liedje zing, blijft het in mijn hoofd zitten. Dan kom ik dus boven. Dan moest ik wel weer pakken. Oh ja. Cadeautjes, shoppers, plastic, zonnebrand. Dat werkt voor mij. Ineens dacht ik, ik moet het even tegen jullie zeggen. Want ik ben zo benieuwd of iemand dit ook doet. Dus, cadeautjes, shoppers, plastic. Nou, ik ga nu naar mijn oudershuis. Bye. Het is 6:15. Hier ook maar eens vloggen. Deze wasjes zijn droog. Die had ik al uitgehangen. Maar ik had dus ook nog een was ingedaan waarvan ik dacht, nou, dan doe ik dat thuis wel in mijn droger. Die zit er nu echt al sinds 9:00 ochtends in. Dat is allemaal zeiknat. Maak ik gewoon één shopper met natte dingen, maar in mijn droger. In mijn huis zitten ook al spullen. En in de wasmachine ook. Ik ben echt zo blij dat ik een droger heb. Dus dit is een hele stapel gewassen. Dit is allemaal droog. Dit is dan mijn kamer. Oh, ik heb net mijn nachtkastje hierheen getild. Kijk, hier staat hij toch helemaal toppie. Hier staat hij niet in de weg en is het handig. Of ooit iemand hier slaapt. Waarschijnlijk niet. En het is allemaal laatste zooi en zo. Ja. Het is trouwens niet helemaal lekker gedroogd. Dus het stinkt. Dus dat is ook tof. Hi, Poesie Miauw. Schoenen moeten natuurlijk ook nog mee. Jassen. Ja, ik krijg het allemaal in één keer mee. Ik krijg het allemaal niet mee nu, joh. Huh? Ben jij ook binnen? Oh. Ik wou zeggen, die fiets ga ik ook niet meer redden nu. Hey. Dus die moet ik in de berging weer terugzetten. Ik moet hier echt gaan stofzuigen. Ik moet aandacht geven aan deze vogel. Overal liggen spullen van mij. Ja, ja. Ik heb even een emo momentje, een beetje. Nou ja, ik zou kunnen huilen, maar ik heb er geen zin in. Ik zit gewoon nu nog even alles na te lopen en dan... Oh ja, hier staan geen spullen meer van mij. Hier staan geen spullen meer van mij. Hier staan geen spullen meer van mij. De drie placements lagen genoeg opruimen. Vind ik toch jammer. Ik heb het wel heel leuk gehad bij mijn ouders. Het was heus niet altijd makkelijk om weer bij mijn ouders te wonen, maar... grotendeels was het gewoon leuk. En het is toch eigenlijk best wel een bijzonder moment dat ik nu pas ga ik om mezelf, weet je. Dus eigenlijk ben ik een beetje emo. Maar ik heb er nu even geen zin in. Ik heb honger. Het is 8:30. Ik wil naar huis. Ik ben nog niet klaar. Ik moet de laatste dingetjes doen. Ik moet de poes nog zoeken. Dus even geen... Hey liefje, kom. Kom poesie miauw. Je wil mijn Shiba. Kom. Oh, want ik moest kom pas weg als jij terug was. En je kwam ook zonder Shiba, hè? Maar je krijgt Shiba omdat je zo'n lieve poes bent. Nou, dat is ook fijn, want de dieren allemaal goed. Helemaal toppie. Heel veel spullen uitgeruimd. Chill kleding aan. I'm home, jongens. Ik besef het wel en ik vind het echt fijn. Ik ga even lekker tot mezelf komen, even wat eten chillen. Ik zie jullie morgen weer. Een duimpje omhoog. Een reactie achterlaten. Nou, ziet dit er goed uit of ziet dit er goed uit? Wauw, en dat ga ik heerlijk daar op de bank opeten en helemaal genieten van het feit dat ik niet meer weg hoef uit dit huis. Behalve overdag, maar niet meer heen en weer gesjouw. Ik dacht dat ik laat de douche vast eventjes doorlopen, want super lang niet gebruikt. Nou, dat knopje, ik had hem aan, ik kreeg hem niet meer uit, ik raakte helemaal in paniek. Heb ik uiteindelijk met een handdoek... Met mijn eigen handen lukt het niet, waardoor ik hem heel hard kon vastpakken. Keihard geduwd kreeg ik hem uit. De regendouches krijg je niet aan. Hij gaat nauwelijks aan of uit. Jongens, ik heb een heerlijke ochtend gehad, maar beide camera's zijn leeg. Deze kan elk moment uitvallen, die andere is echt leeg. Ik ga eventjes naar Almere. Dit is mijn look. Ik moet nog even een grote spiegel hebben, want... Ja, nou, look. Ik vind het gewoon grappig en random wat ik aan heb. Sommigen zullen het wel gelukkig vinden. Het is niet dat ik nou echt in stijl ga. Een bewust iets gesteld heb. Maar ik vind het eigenlijk wel grappig. Ja. En ik ga even naar Almere op zoek naar iets oranjes. En iets voor mijn verjaardag. Ik heb een heerlijk ochtendje gehad. De douche was heerlijk. Ik heb lekker een stukje Verraders gekeken. Op de bank met yoghurt. Helemaal lekker. En helemaal genoten. Kijk hoe leuk mijn wal is, jongens. Ik vind het trouwens heel schattig. Met roze en met blauw. En... Die bank gebruik ik trouwens niet. Ja, er liggen twee. Een lichtknopje ligt erop. Maar ik gebruik hem niet. Hij moet dus nog retour. Maar het is heel veel gedoe. Dus hij staat hier. Maar ik gebruik hem niet. Voordat je denkt, hey, je stuurt iets retour wat je gebruikt. Veel hebben positief gereageerd op die bank trouwens. Ik snap het wel, hè. Want heel veel mensen zeiden, oh, het is zo lelijk een treintje. Maar eigenlijk als ik het zo zie, denk ik, een bankje kan prima. Maar liever eentje die tegen de muur komt. Dus met rechte poten. En een andere kleur.
Ik pak mijn matcha. Ik heb heel veel zin om dat roze te verven, maar niet vandaag. En wow, hij is heel vol. Ik hoop dat mijn deksel in mijn auto ligt. Ik ga lekker met de auto naar Almere. Oh my god. Sostrein en Grenen, zo leuk. Dit is echt heel leuk om cadeau te geven. Ik weet alleen de prijs niet. Kijk, voor deze kwam ik. Super schattig. Oranje kleding is echt onvindbaar, maar ik wilde sowieso nog even een leuke oversized blazer. Ik vind deze wel leuk. Deze vind ik wel chic, maar misschien wat die meisje kleiner. Ik vind het wel. Ik weet niet of ik het nou leuk vind of jammer vind dat hij open valt van onder. Maar ik moet deze even een maat kleiner pakken misschien. Nou, het is gewoon een beetje, net een beetje een raar modelletje. Deze stof vind ik heel mooi. Wit en dan niet van het simpele polyester spul, zoals die. Maar hoewel ik het wel chic vond ogen. Maar ook deze valt zo open. Dat vind ik bij een blazer niet echt horen. Bijna alsof hij dan te klein is. Het wordt voor mijn gevoel meer zo. Hij lijkt heel wit op camera. Nou, ik vind het wel leuk. Lekker wel. Ik vind het wel lekker nunchy of zo. Maar nee, je gaat je de hele tijd aantrekken. Dit is dan een maatje kleiner. Dat vind ik niet beter. Hij blijft openvallen. En deze dan een maatje kleiner. Ik vind ze dus van achter echt wel leuk zijn met zo'n knotje en zo. Ik twijfel over dit. Maar ik wil er in ieder geval wel eentje. Deze niet. Dit model vind ik dus wel heel goed, maar ik hou niet van die knopen. Maar ik zoek al best wel lang naar een oversized blazer, dus ik kan er wel eentje nemen. Ze zijn ook niet zo heel duur. Maar het grappige is dat je deze dus aan... Ik hou zo erg van zo'n knotje hierbij. Deze kan je dus aan twee kanten dragen. Kijk, je kan er zo voor kiezen om maar met één knoopje vast te zetten, zo. Waarom is de Xenos altijd zo leuk? Zo leuk ook. Ik ga dit kopen, want ik wil zelf een cinnamon roll taart maken. Wow, even serieus. Hoe goed is deze last minute match? De broek is in mijn brievenbus bezorgd, gelukkig. Want ik was 10 minuten te laat. Anders was hij misschien bij de buren of niet. Dit is gewoon een broek die ik altijd heb. Die ga ik knippen. En dit heb ik dus bij C&A gevonden. Je ziet, het is net eigenlijk niet een match. Maar als je dit dus zo combineert. En dan met de blazer die ik heb gekocht. Nou, mijn witte schoenen eronder. Helemaal koningsdag ready. Ik hoop dat dit past. Dit moet wel passen. Dus allemaal hetzelfde altijd. Ja, je ziet het bijna niet. Dit was al genoeg geweest, maar ik wist niet zeker of deze zou komen. Net als stopje eronder. Helemaal perfecto. Hi. Dinsdag had Lot dus trouwens afgezegd omdat ze voor het eerst weer ongesteld was geworden. Dus dat deed heel veel pijn. Dus dat is helemaal begrijpelijk. Dat vind ik dan ook echt helemaal niet erg of zo. Maar nu... Ik wil het niet erg vinden, want het is gewoon zielig. Ze heeft heel erg last van migraine, Elise. En ik weet van mijn schoonzusje hoe verschrikkelijk migraine is. En ik snap zo erg goed hoe naar dat is, maar... Ik ben nu weer oké, maar ik had echt eventjes een uur nodig om bij te komen. Want ze ging dus een uur van tevoren afzeggen. Maar het was gewoon echt no offense naar Elise. Ik bedoel, het is super kut voor haar. En ja, ze kan er ook niks aan doen. Maar ik was net alle kaartjes van mijn kleren aan het knippen. Die broek, het is gewoon een broek van 100 euro. En ik was mijn opmaat aan het knippen. Want je moet die lengte eraf knippen. En ik wilde me net gaan opmaken. Ik had mijn nagels even snel gedaan. Dan moest ik over een uurtje weg, weet je wel. We hebben het al 4 maanden geleden gepland. We hadden het al veranderd naar gewoon eten en een drankje. Het was helemaal uit, maar de plannen waren in eerste instantie helemaal uit en zo. En single, bla bla. En toen had ze dus... Ik had me de hele dag op de hoogte gehouden. We waren net aan het overleggen waar we willen gaan eten. En ik stuurde van, yes, ik heb eindelijk een outfit. Dus ik was helemaal blij. En toen, een half uur later, sorry, ik moet afzeggen. Dus nogmaals, no offense, maar ik baalde. En toen dacht ik, oké, Charlotte, set je mind om... Het stomste eraan is ook dat ik gewoon... Normaal vier ik het niet, omdat ik dan alle energie wil besteden aan mijn verjaardag. Maar dit jaar vier ik het niet groot. Ik vier het, organiseer het niet. Heel organiseert het voor zijn dochter en mij. En er komen alleen maar mensen van zijn kant, dus niet van mijn kant. Dus ik vier het niet groot, dus daarom kon ik wel Koningsnacht vieren. Maar ik ging expres, ik ben fondant aan het kneden. Ik ging natuurlijk expres morgen niet iets plannen. Omdat we het vanavond wat later zouden maken en zo. En nu heb je dan ineens helemaal niks meer. Dus ik baal wel. Maar ik stortte ook gewoon meteen in toen ik hoorde dat het niet doorging. Dus nu ga ik proberen. Deze taart heb ik besteld. Bij de HEMA. Ik weet niet dat die per se heel lekker is. Maar het leek me ideaal. Want dan kan ik proberen om dit na te maken. Dus die taart is 17 diameter. Maar er zitten ook nog bolletjes op. Dus dan ga ik hem denk ik 12... Dan wil ik een blauw rondje van 12 maken. Maar ik hoop dat dit dan niet gaat uitdrogen. Maar ik dacht, ja, nu heb ik tijd. Net dacht ik, oh, dan ga ik lekker filmavondje doen. Dus ik heb sushi besteld. Best wel dure sushi. Bij een goede sushi tent, hopelijk.
Maar dan leg ik mezelf daar maar even mee in de watten. Toen ging iemand keihard boren. Nou, die heeft nu toevallig gestopt sinds ik aan het vloggen ben. Dus dacht ik, nou, dan ga ik eerst eventjes dit maken. Het is ook lekker ontspannend. Is toch leuk? Hoe cool als het me dat gaat lukken. Dus alle sociale dingen deze week zijn gecanceld. Ja, heel jammer. Het lijkt me echt verschrikkelijk als je migraine hebt. Niet voor te stellen. Ik kreeg spontaan ook heel veel hoofdpijn ineens. Sorry, ik hoorde dat het niet doorging. Maar hoofdpijn is natuurlijk niet te vergelijken met migraine. Het lijkt me echt verschrikkelijk als je migraine hebt. Echt verschrikkelijk. Nou, fondant. Ik vind het niet lekker, maar wel leuk. Ik ben alweer helemaal oké, hoor. Dit gewoon... Koningsnacht is echt zo'n eenjaarlijkse happening. Ik was net heel aan het bellen. Ik zei van... Wij vieren het helemaal nooit. Toen dacht ik, ja, vorig jaar zei hij... Wilde ik niet vieren, want je moest per se een tuinset in elkaar zetten. Toen zei ik, oh ja. Maar het was natuurlijk mijn 30ste verjaardag. En mijn bonusdochter werd 9. Dat was echt voor mij een hele belangrijke... De belangrijkste leeftijd voor mij sinds ik besta. Dus dat klopt inderdaad. Sinds de koning zijn verjaardag viert... Een dag voor mijn verjaardag. Is het toch minder chill. Omdat ik altijd mijn eigen verjaardag wil voorbereiden. Zo. Ze gaat het echt leuk vinden als dit goed gaat lukken. Hoe cool. Maar het jaar daarvoor was ik met 35 aan het werken. En het jaar daarvoor waren we denk ik bezig met de verhuizing naar Zoetermeer of zo. Ik weet het niet meer. Maar het is echt lang geleden dat ik Koningsdag heb gevierd. Koningsnacht is überhaupt 100 jaar geleden. Even kijken. Zo. Dat is mooi. Dan wordt dit mijn werk area. Oké, prachtig blank dingetje. Oh my god. Dit is best goed. Wat cute. Oh, perfecto. Oh my god, het gaat echt goed. Ik heb het even in een bakje gedaan, want mijn sushi is er. Yummy, 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 yummy. Gram voor jou, voor twee keer of voor met iemand samen, wat dan wel. Ik had dus al zo het gevoel dat je zomaar ging langskomen. Dacht ik, nee, dat doet ze niet. Maar ik had het gevoel, ik voel... Het is 8:30. Ik heb niets gevlogd. Ik heb de hele dag opgeruimd. Mijn ouders kwamen onverwachts op bezoek. Deze hele lekkere koekjes gekregen. Wat ik op het huis heb gepast. En deze lekkere koekjes. Een mooie pasta uit Italië. Superleuk en lief. Mooie flesje bubbels, die blauwe. En daar nog een rode. En ik ben helemaal aan het opruimen. Schoonmaken. De hele dag eigenlijk. Mijn gang is prachtig aan het worden. Even kijken. Oh, ik heb even geen licht. Ik heb nog een beetje opgehangen. Toen ben ik gestopt, want de buurvrouw ging klagen. Over het boren. Ze zei, als je boort, kan je dan het eerst aftekenen en alles tegelijk boren. Toen zei ik, ja, dat kan niet, want ik ben een wall aan het maken. Oh, waarom doe je dat dan niet met plakspijker? Toen zei ik, ja, moet ik het boor. Maar, nu heb je natuurlijk allemaal mislukte schroeven. En ik dacht, ja, weet je, ik ga het gewoon oplossen. Ik ga de dingen ophangen zodat het wel af is. Dus, nu is het wel leuk eigenlijk. Helemaal toppie. En er moet in sommigen nog een foto. En een hoes hiervoor aan de onderkant moet dus nog komen. Het bed slaapt ongelooflijk lekker. Heel erg positief verrast. En ik ben de hele dag aan het opruimen geweest. Er zijn nog maar 2 dozen. Ik heb echt alles ingedeeld. Bakken, bakken, bakken. Alles geordend. Ik had namelijk nog heel veel dozen. Nou, hier komt nog een schoenenrek. Hier liggen nog lijsten. Hier is ook nog plek over. Maar ja, ik heb gewoon alles helemaal uitgeruimd. En dan heb ik nog 2 bakken. Daarboven die ik nog helemaal vol heb gedumpt met zooi die ik nog moet uitzoeken. Hier nog 2 dozen. En dan... Dit moet weg. Hier zit nu lekker. Ruimtelijk. Oh ja, dit opgehangen. Ja, heel blij eigenlijk. Ik vind het bankje eigenlijk ook wel leuk. Heb ik nog iets gedaan? Nee, gewoon heel veel opgeruimd, schoongemaakt. En daar nog een doos. En dan ben ik er echt al wel doorheen. Daar nog 1 doosje bovenop de derde. En dit nog een beetje opruimen en ik zit allemaal groente in de oven. Ik ben even vet gezond aan het eten. Bijna jarig. Mijn huisje is lekker netjes. Gordijntjes dicht. En lekker slapen. Good morning, it's my birthday.
En ik ben blij. En vooral omdat het mijn huis zo netjes is. En ik zin heb in vandaag. Maar mijn huis is zo netjes. En dat maakt me helemaal happy. Ik heb 2 uurtjes uiterlijk. Dan moet ik echt gaan. Dus ik moet mijn haar wassen. Dat moet dan ook weer droog en gedaan. Ik heb geen idee wat ik aan moet. Want het is geen mooi weer. Ik had alleen iets voor als het mooi weer zou zijn. Dan moet ik maar lekker in deze outfit gaan. It's my birthday. Als jullie allemaal even gefeliciteerd zeggen in de comments, dan krijg ik veel views op deze video misschien. Ah, mijn huis is zo mooi. Ik ben helemaal verliefd op mijn huis. Ik ben gewoon helemaal verliefd op mijn huis. Ik vind het zo'n mooi huis. Ik ben hier zo blij mee. Ik wil het huis echt nooit wegdoen. Ja. Love my house. De slaapkamer is ook heerlijk. Ik vind die bank eigenlijk ook leuk. Het is zo leuk. Ik ben zo blij. Lobby dobby. Mijn huis. My house. In the middle of the street. My house. Da, 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 da. Dit vind ik ook echt waanzinnig hier staan. Geweldig. Kijk ook hoe clean dit eruit ziet. Helemaal obsessed. Sorry, dit is zo mooi. Dit is niet normaal hoor. Heerlijke slaapkamer waar ik echt ontzettend lekker slaap. Nou ja, ik moet zeggen. Ik ben zo blij met wat ik gisteren heb gedaan. Hoppa. Want als ik dus terugkom, haal ik meteen Robin van het station. Rond 8 uur. En dan is het hier ook gewoon echt netjes. Dat vind ik heel fijn. Mijn eerste echt officiële gast. En ik ben ook zo blij dat het bed er al is. Want eigenlijk zou het bed pas in de week van 6 mei komen. En zouden we dus allemaal op een luchtbed gaan slapen. We moeten even kijken waar Ro dus. Ik heb dus voor haar zo'n echt goed luchtbed. Maar waar ze dan moet liggen. Ik denk gewoon daar. Want het is hier dus helemaal lekker donker. Zodat door die gordijnen, maar door de voordeur komt wel licht. Oké, ik ga heel snel haar wassen. Ik heb dus geen outfit. Ik ben van alles aan het zoeken. Nee, wordt het niet. Dit jasje vind ik echt leuk, maar dat is toch gewoon te saai voor een verjaardag. Ja, wel 31 jaar achtig. Ik heb echt een spiegel nodig voor mijn hele lichaam. Ja, weet je, elke blouse is wel grappig bij zo'n jasje, maar het is geen outfit hoor. Ik heb nu echt allemaal dingen door elkaar heen aan. Dit is wel fresh. Ik heb echt een spiegel nodig. Ik vind iets te veel spijkerstof. Moet dit zo? Het is wel lekker fresh met wit. Dit kan gewoon, maar ik weet niet. I don't know. Ik had hier eerder over na moeten denken. Het is wel mooi weer. Oh, hallo, maar het waait heel erg. Dit dan maar. Of zo. Ik heb toch niks meer nu aan jullie reactie. Nou ja, ik ben wel benieuwd wat jullie vinden. Maar ja, ik had ook een jurkje, maar dat is gewoon te koud. Ja, dit is gewoon prima, netjes. Of dus dit jurkje. En dan met een panty. Maar ik heb nooit... Dat ziet er zo nep uit. Panty. Oké, het wordt of dit jasje... De verjaardag begint al over een uur. Ik moet ook nog taart halen. Het is een uur rijden. Ja, dit. Of deze. Ja, deze. Van de Primark. Lekker licht. Trekt wel zo een beetje. Ik ben gewend dat blazers zeg maar helemaal oversized zitten. Maar ik denk dat veel mensen het juist leuker vinden. Zo minder groot. Ja, dit is leuk. Ready? Haartjes gekruld. Nou, helemaal top toch? Nou jongens, ik ben weer in de Sweet Lake City. I made it. Ik ben een kwartier te laat op mijn eigen verjaardag. En ik zou eigenlijk een uur eerder al komen. Zo leuk. Kijk hoe mooi het is versierd. En er is nog niemand. Alleen mijn ex-schoonvader. Ja, blijf dat er maar in. Heb je een slag? Wat? Je hebt een slag in haar. Krulletjes. Ja, ik heb het een beetje gekruld. Vind je het mooi? Oké, bedankt. Hey, daar hangt weer een schilderij. Nu kan ik dus nog even snel mijn taart voorbereiden. Want ik dacht, als ik binnenkom is iedereen er al. Maar nu kan het nog. Ja, maar dat is de zon is weer niet. Ja, echt geen zon. Nul. Nou, dit wordt best leuk. Deze heb ik in de pas er niet. Oh, wild haar heb ik. Heb deze er wel? Nee, hè?
Nou, is het leuk of is het leuk? Oh, cute. Het verzorgen bedoel je? Ja, precies. Lou zegt, ik ga je laten balen. Kom even naar beneden. Wat is het dan? Kruiden. Leuk! Dat vind ik wel leuk. Maar je moet het dus wel water geven, hè, Charlotte? Alles wat je water geeft, groeit. Ja. Moet ik hem nu uitpakken of nee, thuis? Nee, dat hoeft niet. Maar dat je het weet, dat hij hier is. Wat lief, heb je het zelf gepot? Ja, allemaal zelf gedaan. Ah. Dus. Ah. Cutie. Cutie. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik moet hem niet vergeten straks. Nee, dat moet je niet. Cake time. Ja. Mooi. In de gloria. Piñata. Ik sta al echt jaren in mijn handen hier, maar dat ik denk ik wil dat ook een keer kopen. Superleuk. Hij heeft een piñata. Leuk. Barbecue tijd. Jongens, het was zo leuk verjaardag. Nu ben ik in Wees. Ik moest even mijn camera pakken, want ik wou filmen dat ik Ro ga ophalen. Ik ben nu bijna bij het station. Mijn allerbeste vriendinnetje dus, sinds ik 14 ben, zijn 13. Ze woont sinds 2,5 jaar in Amerika. Omdat ze is getrouwd met een Amerikaan. En ze is nu in Nederland. Precies op mijn verjaardag gaan we gaan logeren en ik ga er nu ophalen over 1 minuut. Ik ging echt even op zo'n laat en los plek staan om mijn camera te pakken. Ik vind het gewoon leuk. Ik was helemaal op tijd, ging ik weg, maar ik ben 10 minuten, 12 minuten te laat. Want er stonden ineens nog mensen voor de deur, waardoor ik iets later ben. Maar gelukkig vindt Ro dat niet erg. Nu moest ik ook even gedag zeggen. Ik heb zoveel zin om haar te zien. Het is echt mijn allerbeste vriendinnetje. Mensen die me al lang volgen, die kennen er wel. Die weten wie dit is. Ik ben zo benieuwd. Ik vind het zo leuk. Ze is echt mijn grote liefde. Ja, ik zie haar zitten. We zijn echt geen dolle puppies als we elkaar zien. Schat! Oh, ik hoop dat die deur. Ja! Ga lekker zitten! Ga lekker zitten! Wat erg! Ik heb mijn camera aangezet. Not a lekker opgehaald worden door mij. Niemand heeft ooit een goede plek in deze auto. Maar het is maar 2 minuten. Lekker een ginger koffie. Oh schat. Hey schat. Oh, ik wil eigenlijk dat iemand nu een foto van ons maakt hier. Dat we een foto hebben. Oh ja, we kunnen dat wel. Zullen we dat vragen? Hey, zo gezellig. Hey. Oh, ik heb je oh, kijk hoe schattig wij zijn. Zullen we vragen of iemand een foto wil maken? Ja, dat kom. Is toch heel grappig, maar er is niemand. Oh ja, daar is iemand. Oké, kom, vraag het. Ja. Oh, vraag jij het even los. Ja. Ik ben niet meer. Ik ben niet meer. Oh, we gaan eruit. Ja, ja okay. Niet in de auto. Nee, niet. Toch? Ja, hier. Oké, okay. Oh. Ziet er maar uit dat het tijd heeft. Ja. Oh, omdat die auto. Oh, die camera staat nog aan. Nou, wel leuk. We hebben wel een mooie herinnering. Het lijkt hier helemaal niet op Wees. Ja, maar jij was nooit aan deze kant. Nee, daar altijd aan die kant. Dit bankje. Met wie? Oh, met die nieuwe, met die, ik bedoel. Ja, het zeg maar toen het net uit was. Maar dat was het niet. Nee, dat was het echt niet. Oh. Mijn haarbeeld, dat je het nooit zo wil. Ja, lijkt wel jouw haar bijna. Het komt door de wind, want het waait heel en in deze kleur staat je ook heel goed. Dank je. Jij bent bijna orange. Mm-hmm. Leuk. Mijn blonde, ik ben, wie zei er nou laatst? Heel leuk zei eigenlijk. Mezelf, ja, je bent eigenlijk rossig. Niet meer blond. Nee, maar je werd bruin en nu ben je een beetje orange. Vind ik leuk. Mm. Het klopt. Oh, lekkere kauwgom. Oh, met je oma, die toen is overleden. Oh, nee, die oma is niet overleden. Die is er nog. Ja, logisch, ik zou dat ook niet weten van jouw oma. Ja, dit is Robins moeder. Ja, heb je ons al gespot? Ja!
Ja, ik zie al. Oh ja, dit was toen we de bluitjurk gingen uitzoeken. Ja. Spiegel ken ik trouwens. Die zon. Ja. En sommige moet nog wat in, sommige zijn nog leeg. Leuk. Oh ja. Die is zo schattig. Ik weet het nog zo goed. Ik verbaas me ook dat ik die foto heb. Dat is echt doordat ik... Wat leuk dat je die hebt. Ja, doordat ik foto's moest zoeken toen voor jouw bruiloft. Dat kwam je van... Sapkuur. Sapkuur, die trui had je in Turkije gekocht. Echt, en ik weet dat ik die heel graag wilde hebben. Ja. Maar ik had hem niet gestolen. Jij wilde altijd mijn kleren hebben. Dit is zo mooi. Ja, kookeiland, hè? Leuk, hè? Iedereen zei nee, het kan niet, het kan niet, het kan niet. Nou, heel fraai. Heel mooi. Je hebt juist zoiets nodig. Ja. Oh, wat mooi. We zijn net even langs mijn ouders mooie geweest. Dat is zo gezellig. Oh, leuk, hè? Mooi. Ja. Ja. Maar dit is toch leuk. Oh, hoe werkt het? Schattig. Kijk, je haar. Ja, dit is wel leuk. Helemaal leuk. Oh, die vind ik ook leuk. Nee, dit is echt, het is echt leuk. Ja, dankjewel, schattie. Maar moet ik het vandaag nog plaatsen? Ja, we kunnen het vandaag wel plaatsen. Kijken hoe leuk het is. Maar gaan mensen het nog kijken op zondagavond? Oh ja, die vind ik ook leuk. Oké. Oeh, ja, die is echt leuk. Moet je me ook echt niet dat mensen hier waar ik woon. Dat maakt me echt niet uit. Ja, nee, maar het is nou ook niet dat ze het zien en dat ze het gelijk weten. Cheers. Happy birthday. En dat jij er bent. Happy birthday, darling. Nou. Leuk. Hoe lekker. Ik heb nu het gevoel dat ik gewoon 2 verjaardagen heb. Vloek, lieve mensen. Wij hebben lekker heerlijk op de bank gezeten en bijgekletst. En besluiten dat we nu lekker op tijd naar bed. Oh, het is al 11:30. Ja. Het luchtbedje klaar. Het is hartstikke laat. We zijn, ze is nu 31. Ja. Dus we gaan gewoon. Ga lekker even ons gezicht schoonmaken. Ik ga het bedje doen. Ik wou dus vandaag de cadeautjes aan jullie laten zien. Maar dat wordt dan in de volgende vlog. Ja, het is niet super spannend, maar ik heb wel een aantal hele lieve dingetjes gekregen. Dus dat komt de volgende vlog. Dus doe even je duimpje omhoog. En laat een reactie achter. En abonneer. En... Misschien moet ik nog even laten zien hoe we dit bed doen. Oh ja, dat is wel leuk. Want ik ben heel benieuwd. We zijn echt oud, hè? Waar stoppen we de aardbeien in? In de koelkast. Zal ik het los erin zetten? Ja, het mag los erin. Oh Lot, we moeten wel nog die mug vinden. Mensen. Die kan laat binnen. Ja. Oké, ik hoop dat dit hier gaat passen. Ja, waar is die mug? Ja, daarom ben ik ook weer zo. Iemand die denkt, ik bestel de allergrootste maat. En de allereerste. Ja. Oh, Roy gaat echt een heel lekker bed hebben. Kijk hoe. Oh, hier, hier. Sta op de stoel, pak hem. Maar ik heb geen doek. Hij zit hier al de hele dag. Ik had hem vanochtend al gezien, maar ik moest weg, anders was ik te laat. Voor mij is het geen. Eeuw, het is zo'n vies beest met van die. Van... Ja, waar is hij nu dan? Sukkel. Nee, hij is dood. Niet. Ja, kijk maar, er zit een stukje op. Maar waar is hij dan nu? Kan je dat schoonmaken? Maar net nieuw, de witte muur. Nee, niet vallen. Hoe lang ben jij? 1,77. Wow, ik 1,73. Nee, het gaat niet weg. Waar is hij nou? Ik hoop dat hij je komt opzoeken in de nacht. Nee, nee, we moeten hem vinden. Kijk, wat een lekker bed. Dit past precies, Ro. Nou, nee. Oh, hij ligt hier, denk ik. Oh nee, dat is wat anders. Ja, hij ligt hier. Is hij dood wel? Anders is hij zielig. Oké. Ja. Nou, fijn. Goed gedaan. Hey jongens, dus dit is alles het. Gaat goed hier. Wij gaan slapen. Doei!